Ja, ik liet er geen traantje bij, maar ik zag dat, wel wat. Ik zag dat anderen dat wel deden en het verbaasde me niet. Het verbaasde me niet. In één begrip. Hij had er zelf één en dat was altijd elf gebleven. Dat is eigenlijk zoals je hem kan samenvatten, denk ik. Hoe zou Willem dit gevonden hebben? Geweldig, geweldig, ja. Mijn eerste vraag is altijd aan mensen, hoe was het? Dus voor jou, hoe was het? Ik heb een ongelooflijk trots gevoel. Ja? Na deze aflevering, die echt de finale was van het seizoen 13. Waar Willem Wilmink een beetje doorheen vlinderde, zoals ik wel eens zei. En dit was helemaal Willem Wilmink. En daar heb je dan ideeën bij. En dan denk je, oh, als het nou zo uitpakt. En het blijft live tv. Maar nu durf ik te zeggen, we zijn nu een uurtje later, een half uurtje later. Ik denk, ja, dat is wel ontzettend gelukt. We hebben het gedicht Het Menselijk Geluk. Dat is de allerkortste. Ken je die toevallig uit je hoofd of niet? Ja, ik geloof het wel. En dat geeft ook wel een beetje het idee hoe wij in het huwelijk stonden. Dat gaat als de huur betaald, de stoep geschuurd, een goede visboer in de buurt en een meid die als ze naast je gaat loopt te zingen over straat. Dat is het eerste gedichtje wat u van mij heeft gezegd. Waarvoor Wopke boven stond volgens mij. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, was je geëmotioneerd? Moet... Ik was, ja, omdat het seizoen erop zit en omdat het goed uit was gepakt. Wel, ja. En ook omdat wat Joost Prinsen zei. En ik liet er geen traantje bij, maar ik zag wel wat. Ik zag dat anderen dat wel deden en het verbaasde me niet. Als ik dood ben, moeten jullie mijn verhalen doorvertellen. Als iemand getroost moet worden, kunnen jullie altijd bellen. Ik ben niet meer op de aarde, maar je kunt me heel goed vinden. Bel gewoon naar Harry Panik. En hij zal je doorverbinden. Of slepende ziekte of ander kruis komt over de wereld of over ons huis en maakt er een puinhoop van. Als je dood bent, droom je dan? En waar droom je van? Ha. Zijn er momenten in dit seizoen waarvan je dacht van, ja, dit is hem, dit is waarom ik het nog steeds doe? Die zijn er gelukkig veel, want anders zou ik het dus niet meer doen. Ja, want als de momenten waarop ik denk, wat doe ik eigenlijk, de overhand nemen, dan moet ik zo snel mogelijk proberen te stoppen. Heel veel mensen zijn fan van een zanger of een presentator. Alleen, ik heb zeg maar heel veel respect voor tandartsen, hartchirurgen en een juf die voor de klas elke dag staat. Mm-hmm. En ik vind het zeg maar persoonlijk zelf knapper als je zeg maar een hartoperatie kan uitvoeren dan dat je een programma presenteert. Dus daarom ben ik daar. En dan praat ik met mijn moeder over het weer en de tv. Al diezelfde nieuwe zenders. Ach, wat moet een mens daar eigenlijk mee? Grijp het aan? Ja, en het grijpt me wel nog een beetje aan. Ja, want je bent toch wees wat je dak is van je leven af als ze allebei dood zijn. Dan regent het een beetje naar binnen. En nog steeds is dat zo. Ja. You can be proud of what you have. You can be proud of what you have. Cause your memory will stay around. Your memory will stay around. The man you know you are, you know you'll be and deserve. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat ik een ander programma bedenk. Wat niet zoveel met de wereld draait door te maken. En wat ik er dan in die tijd dat ik vrij ben bij zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar uiteraard niet de 6 maanden die ik vrij heb, ga ik natuurlijk niet 6 maanden aan een ander programma werken. Dat is nee, natuurlijk precies. Gek. Ik wil natuurlijk ook wel echt vrij zijn. Ja. Nou, wat week had jij? Hele goede week. Wat vond je goed deze week? Nou, we hadden... Dan heb ik het meteen over mijn werk. Want, ja. Heb je geen privéleven? Nee, bijna niet. Nee. Nee. In mijn privéleven is ook niets van enige bijzonderheid gebeurd, eigenlijk. Maar als ik werk, heb ik ook inderdaad minder privéleven. Zou je een grote quiz doen? Een grote quiz? Nou, ik ben een... Als er een goede grote quiz bedacht wordt... Ik ben een hele grote quiz-fan. Tom, kom er eens bij, man. Kom er eens bij. Gefeliciteerd. Maar echt een grote showquiz, die zijn er ook. Dat is, geloof ik, niet helemaal mijn... Mijn kopje thee, maar... Voetbalquiz? Dat ook niet, nee. Daar zijn er al zoveel van geweest. Dat is best wel saai. Nee, quiz is moeilijk. Maar ik zou een leuke quiz, ja, er is echt niks mee mis. Noem één van de drie, dit is volgens mij makkelijk, noem één van de drie hoofdsymptomen van de ziekte van Parkinson.
Bam. Hard? Zo, bam. Een tremor. Ja. Een tremor is goed, een rusttremor. Wat zijn de andere twee? Als jullie die hebben, krijg je er, even kijken, 3 punten bij. Leuke bijzaak. Een quiz is een leuke bijzaak eigenlijk. Heb je een programma waar je al een tijdje op zit te broeden? Of een programma-idee? Ja, ik heb een programma-idee waar ik al een tijdje op zit te broeden. En dat is nou net wat ik je niet ga vertellen. Maar laat mij jou eens wat vragen. Ja, hoe heb jij dit seizoen gevonden? Leuk. Ja. Ja, het was heel spontaan. Want ja, ik mocht van jou die promo doen. Ja. Onder de geezer van, ja, ooit stop ik ermee en dan moet iemand op de stoel zitten. Ja. Straks om 7:00 in de Wereldrijd Door. Mark Mierenbergs is mijn tafelheer. Antoinette Hexenberg komt praten over de bacteriofaag. Vaag verhaal wordt straks duidelijker. Vic van der Rijt en Henk Spaan komen praten over een oude docent Willem Wilmink. En Live de Leeuwband gaat muziek maken. Jongens, fantastisch. Freek Vonk doet wat hij altijd doet. Leuk zijn. En als u blijft kijken, verander ik vanzelf in Matthijs van Nieuwkerk. Tot zo! Zo begon het. En dan mag je de taxi doen. Hoe was het? Journaal. Politicus Pim Fortuyn. Regeltjes. Eilandjes verzamelen. Hoe was het? Vloek en een zucht. Heel goed getry-out met geest opzout. Meer lading. Ja, dat heet cabaret. Hoe was het? Ze staan nog te klappen. En normaal gesproken zit ik dus in een auto met iemand. Maar jij gaat nu naar het restaurant waar je eet met ja. Mark en Marie op vrijdag. Ja, en mijn vrouw. En dat doe je al echt elk seizoen? Dat doen we nu al van de 13 jaar, 12 jaar denk ik. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Dat is begonnen omdat Mark-Marie de tafel hier op vrijdag was. En op vrijdag, ja, dan begint het weekend. Dus dan kan ik ben nogal streng door de week. Dan ga ik wat drinken. Waar zullen we het over hebben? Ja, wat jij wil. Het is, apart, het is jouw week. Apart, dankjewel. Een apart shirt wel. Apart? Het is gewoon een kat. Ja. Maar wat is er apart aan? Ja, merkwaardig toch een beetje. Waarom merkwaardig? Ja, weet ik ook niet. Je zei net ook al, wat een raar shirt. Hoezo? Is het raar? Dat is er gewoon... Nee, het is niet raar. Nee, het is helemaal niet raar. Blijft dat dan een ritueel dat je gaat missen? Ja, dat ga ik missen, maar Mark-Marie. En wij bellen nog wel, als we elkaar lang niet gezien hebben, dan zoeken we elkaar weer eens op. Dus we kunnen niet heel lang zonder elkaar. Dus je hebt ook geen Mark-Marie pauze? Ik heb wel een Mark-Marie pauze, want ik zie hem niet meer elke week. Maar die zou ik makkelijk elke week kunnen blijven zien. Dat is ook weer bij jou. Dus het is vaak als je... Ja, dat is waar, toch? Door. Als je een interview doet, is ook vaak de vraagsteller zegt meer over... Een vraag zegt meer op de vraagsteller dan over degene die het antwoord moet geven. Ja. Dat is geen enkel probleem. En ik moest nog een vraag stellen. Want het van seizoen wie? Gaat over... Ja, van mensen binnen Bienen. Oké. Want het seizoen gaat over Wilmink. Ja? Of je zelf een gedichtje uit je hoofd kan reciteren. Nee. Nee. Ik kan niet van Willem Wilmink een gedichtje... Ik heb net met Joost Prinsen gepraat. Die alleen maar gedichten uit zijn virtuoze hoofd weet toveren. Ik kan het niet. Ik heb daar niet zoveel aandacht voor. En ik heb er ook niet... Hij zet zich daartoe. Hij is natuurlijk ook een acteur. Die zich teksten eigen kan maken. En ze als het de beste kan voordragen. Nee, ik kan het helaas niet. En daar zal ik dan mijn vader van mijn weduwe vertellen. Liefst als je mee wil luisteren, moet je Harry Bannink bellen. De dood ver weg, weet je, sorry. En het is helemaal niet zo'n goed gedicht, Matthijs. Het is een beetje met de linkerhand geschreven. Maar het zijn juist, vind ik, die dingen die dat switchen van mysterie naar alledaags en terug, die hem maken tot wat hij voor mij is. Ik ben zo benieuwd hoe het met jou zou gaan, weet je dat? Ik ga mijn bestje halen. Maar je ziet welk geluk je soms moet hebben. Kijk, ik doe nu 13 jaar De Wereld Draait Door. Maar als ik je probeer uit te leggen hoe ik ooit op die stoel terecht ben gekomen, dat is eigenlijk ook een samenloop van omstandigheden. Geluk hebben, net een kans krijgen, pakken. Zoals jij, hè? Ik zeg, ga maar eens op die stoel zitten. En wij denken, jeetje, dat doet ze handig. Onthouden we je naam, heb je zin om dit te doen? En van het een komt het ander. Voor je het weet zit je in onze Wilmink-uitzending met een liedje. Want daar zat je in. Leg nu die krant maar even neer. Echt lezen doe je toch niet meer. Dus hou maar even. Altijd maar flink zijn is niet goed, als je niet weet hoe het verder moet. Dus huil nou even. En met nog tranen langs je kin, denk je ineens ik heb weer zin. Om door te leven. Maar dat blijft toch wel heel bijzonder. Maar goed, dit was ook een heel goed seizoen. Het zat vol.
En ja, het zit erop. Ik ga daar een biertje drinken. Loop je nog mee naar binnen of hou we het bij de entree? Nee, ik ga de deur voor je openmaken. Dan doe je de deur voor heel mij symbolisch. Open. Nou, doen we dat. Dan gaan we de vakantie in. Dan gaan we de vakantie in.